Ari, was ongeveer 80. En ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp, in het kleine café. En ze hielden van sarren en plagen als ze samen biljarten die twee. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzaam hart. Schuifjes en klik, balletje tik, en die ene ben jij en die andere ben ik. Het was steeds een sigaar en een slokkie, al hezen ze niet meer zo snel. Ze keken niet eens op een klokkie, zo gingen ze op in hun spel. En boven het groen van het laken, daar leken ze jongen zo waar. Ze probeerden elkaar af te maken, maar ze konden niet buiten elkaar. Café biljart, café biljart, een klein stukje groen voor het eenzaam hart. Schuifjes en klik, een balletje tik, en die ene ben jij, die andere. Het was koud, het was eind januari. En Willem, die stond al aan de tap. Toen kwam iemand zeggen dat Ari niet kwam. Eerst had het nog iets van een grap. En Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij die boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en ging. Café biljart, café biljart, klein stukje groen voor het eenzaam hart. Schuifjes check tik, een balletje tik, die ene ben jij en die andere ben ik.